De autoriteit persoonsgegevens deelt zijn één na hoogste boete ooit uit aan Clearview AI. Het gaat om een boete van 30,5 miljoen euro en dwangsommen met een maximum van ruim 5 miljoen. Dat Clearview AI, dat kennen we regelmatig, hoort in de tech-update hier op BNR. Is een Amerikaans bedrijf dat gezichtsherkenningsdiensten aanbiedt, onder andere aan inlichting en politiediensten. Zij hebben een database met miljarden foto's van gezichten, waaronder ook Nederlanders. En de autoriteit persoonsgegevens zegt nu dat is illegaal. En ook de diensten van Clearview AI mag je niet gebruiken. We gaan over dat boetebesluit praten met Aleid Wolfsen, voorzitter van die autoriteit persoonsgegevens. Meneer Wolfsen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 30,5 miljoen. En als ik zo uw website bekijk, dan krijg ik het idee dat alles wat Clearview AI doet ongeveer fout is. Ja, alles wat ze doen met betrekking tot Europeanen. En wij in het algemeen, en wij richten ons op Nederlanders in het bijzonder, want een paar Europese collega's hebben ook al boetes opgelegd aan Clearview. Wij richten ons op Nederlanders en wat zij doen met de gezichten van Nederlanders in hun databestand en die gezichtstechnologie toepassen, dat is voor de volle 100% illegaal. Ja, en wat doen zij dan precies? Wat zit er in die database? Nou, ze screpen eigenlijk van het hele net wereldwijd, screpen ze alle foto's, trekken zich daarbij niets aan van grondrechten van mensen, dus passen daar ook gezichtsherkenningstechniek op toe. En dat is biometrie, zoals het dan heet. Dat kun je vergelijken met DNA of met vingerafdrukken. Nou, dat mag niet. Daar moeten mensen toestemming voor geven. En dat is niet gebeurd. En we zijn door met name ook Bits of Freedom erop gewezen dat er ook heel veel Nederlanders in zitten. We hebben het ook concreet gemaakt dat ze erin zitten, ook al heel royaal. En daarom treden wij daar nu tegen op, want het moet echt stoppen. Want het gaat wereldwijd om miljarden foto's van gezichten. Kunnen we er dan van uitgaan dat gewoon iedereen in Nederland die een Facebook-profiel heeft, of iedereen die op Instagram zit, dat zijn of haar foto gescraped is? Ja, we weten dat niet zeker, maar dat is zo goed als zeker is dat inderdaad het geval. Ja, want als ze dat wereldwijd screpen en heeft iemand ooit een foto geplaatst op een openbaar net, dan zal die er waarschijnlijk tussen zitten en in zitten. En hoe weet u dat? Wie er allemaal? U zegt, u hebt gekeken, althans, u weet dat er Nederlanders tussen zitten. Hoe weet u dat? Ja, dat is Bits of Freedom. Die heeft het ook concreet laten zien. We hebben het zelf ook bekeken. Maar we weten niet, omdat het bedrijf reageert helemaal niet op onze verzoeken en uitnodigingen of vragen om vragen te beantwoorden. Dus we hebben niet in de bestanden daar concreet gekeken. Nee. Maar we weten wel dat er heel veel Nederlanders in zitten. Maar we weten niet precies welk aantal precies? Nee, u zegt ook het is verboden om die diensten te gebruiken van Clearview AI. Ik zei al, ze leveren diensten aan overheidsinstellingen onder andere. Heeft u signalen dat in Nederland gebruikt wordt? Of is dat meer uit voorzorg, deze waarschuwing? Ja, dat gaat inderdaad op Nederland. Wat de Amerikanen doen met de Amerikaanse foto's, dat is aan Amerika. Ja. Maar Nederlandse bedrijven of Nederlandse overheidsdiensten, waaronder politie en justitie, mogen daar ook geen gebruik van maken. Dus het is ook wel een beetje een waarschuwing, inderdaad. Er zijn ook al een paar keer kamervragen gesteld of de politie er wel of geen gebruik van maakt. En de minister van Justitie heeft bij herhaling gezegd dat de politie daar geen gebruik van maakt. Maar dit is ook wel een openbare waarschuwing aan bedrijven, aan overheidsinstellingen, aan politie en justitie. Maak daar geen gebruik van. Dat is illegaal en dus ook beboetbaar. Ja. U zegt ook, we moeten een streep trekken nu. Ik kan me voorstellen dat ze, ik geloof dat die brief naar Wall Street is gegaan, huis nummer 99, dat ze niet zo heel erg onder de indruk zijn van de autoriteit persoonsgegevens in Den Haag. Want u zegt ook al, ja, contact, dat leidt ook nergens toe. Hoe zou die streep eruit moeten zien dan? Want je kunt wel een boete opleggen, maar het gaat niet zoveel zin hebben, denk ik. Nou ja, we hebben nu een boete opgelegd en we hebben ook dwangsommen opgelegd. We hebben ook inderdaad die brieven gestuurd naar de leiding van dat bedrijf. En de volgende stap die we nu gaan nemen, en dat is ook best serieus, is als je als leiding van een bedrijf weet dat er in jouw bedrijf illegale activiteiten plaatsvinden met betrekking tot privacy. Nou, de leiding wordt nu geacht dat te weten op basis van onze rapporten. Ja. Dan maakt de Nederlandse wet het mogelijk dat je vervolgens ook de bestuurders van dat bedrijf in persoon kunt aanspreken en kunt beboeten. En die stap gaan we nu nemen. We gaan nu onderzoeken of we de bestuurders van het bedrijf in persoon ook kunnen beboeten. En dat betekent dat als zij gaan reizen en binnen Europa komen en aan de grens komen en een boete op hun naam hebben staan, ja, dan heb je wel een probleem. Ja, dan wordt het toch vervelend. U zei het al, Dan wordt het toch vervelend, ja. U zei het al, Amerikaans bedrijf zonder vestiging in Europa, dus er is ook nul contact geweest tussen de AP en Clearview. Ja, we hebben ze uitgenodigd, gevraagd om vragen te beantwoorden. En ze reageerden daar gewoon
niet op. Nee, oké. Is er niet meer nodig? Een groter samenwerkingsverband om iets te doen tegen dit bedrijf? Om het bedrijf te blokkeren in Europa of iets dergelijks? Wat kan er verder gebeuren? Ja, blokkeren is ingewikkeld. Maar wat we nu gaan doen is dus de volgende stap... Ja. Is proberen die bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dat zullen ze heel vervelend vinden, denk ik. Want dan krijg je in persoon een boete op je naam. Ja. En kun je weer lastig reizen door Europa. We hebben dan de Tweede Kamer gevraagd om het ook in het gewone strafrecht strafbaar te maken als ze geen vertegenwoordiger hebben in de EU. Mm-hmm. En als het in het gewone strafrecht strafbaar wordt, dan gelden daar ook rechtshulpverdragen voor. Ja. Hè? Dus dan kun je via politie en justitie de Amerikanen om bijstand vragen. Dat is de volgende stap. En wat de Europese Commissie nu waarschijnlijk gaat doen, is om ook kijken of er met Amerika verdragen kunnen worden gesloten om boetes die wij opleggen aan bedrijven, mm-hmm. dat die ook in Amerika ten uitvoer gelegd kunnen worden. Zoals er ook in het gewone strafrecht bij herhaling gebeurt. Ja. Dus dat zijn we nu samen aan het verkennen. Omdat het zulke massale en ernstige overtredingen zijn, moeten ook dit soort bedrijven, die dit soort grondrechten schenden van Europeanen, ook buiten de grens aangepakt kunnen worden en moeten die kunnen worden gestopt. Nou, ik wens u succes met het innen van die boete. Lijkt me nog een hele uitdaging. Dank, Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.